wat in levende lijven mag vertellen hier vandaag. Ik heb deze anderhalf jaar geleden gekregen. Ik kan hem vandaag voor het eerst gebruiken, omdat anders was alles online. Mijn naam is Elisabeth van Bentum. Ik werk voor Arcadis. Doe nu een jaar of vijf bijna eigenlijk alleen maar onderzoek naar PFAS. Heel vaak ook met het PFAS Expertisecentrum samen met Witveen en Bos en TTE. En ik wil vandaag wat vertellen over atmosferische depositie. Oftewel, komt alles uit de lucht vallen hier. De laatste paar weken, maanden, was er best wel wat in het nieuws over verontreinigingen die via de lucht in de bodem terechtkwamen. Een voorbeeld is natuurlijk Tata Steel. Dat is de nadruk daar natuurlijk ook op de gezondheid van mensen. Maar ook bijvoorbeeld de asfaltcentrale in Nijmegen. Wat me bij Tata Steel trouwens opviel, is dat omwonenden daar geld in hebben gezameld en ook echt behoorlijk veel geld om onderzoek te doen. En toen dacht ik, ja, wij als adviesbureaus hebben dus een nieuwe klant eigenlijk. Hè? Dan kunnen we bij de omwonenden om geld gaan vragen. Ik begrijp wel dat er iemand is, of twee mensen, die het grootste deel van dit onderzoek hebben betaald. Dus er wonen gewoon hele rijke mensen. Heel nieuw is het niet. Ik kom zelf uit Vlaardingen en ik zat op de scouting in de Broekpolder. En ik weet nog dat er een totale paniek was en dat wij de grond niet aan mochten raken en de planten niet aan mochten raken. Als kind begreep ik dat niet helemaal. Maar later kwam ik er dus achter dat dat kwam door dioxineschandaal wat rond Maassluis, de Alkeetpolder of de Broekpolder, heeft plaatsgevonden. Daar zaten dioxines vooral op het gras, waardoor de melkveehouders hun melk niet meer mochten verkopen. En dat kwam waarschijnlijk bij de AVR, de afvalverbrandingsinstallatie in Rotterdam, vandaan. Maar of dat helemaal zeker was, dat weet ik eigenlijk niet eens. Wat ik het grappige vind hieraan, ik was dus die oude krantartikelen aan het lezen. En een heleboel, rechterplaatje, kwam heel bekend voor. Ik dacht, ja, we hebben het hier ook gewoon alweer natuurlijk met het RIVM, hè, over. En of het nou wel of niet schadelijk is. Dus ik vond het een beetje, het klonk een beetje als een herhaling van het PFAS-verhaal, maar het is natuurlijk ouder. Nou ja, een ander groot bekend verhaal is speelschap van de Verenigde Staten. En ik vraag me wel eens af of ik hier zou staan als dit niet gebeurd was. Dat betwijfel ik namelijk. In de Verenigde Staten heb je een fabriek van DuPont in Parkersburg, West Virginia. En daar heeft een advocaat, die is daar, oh ja, het is een heel lang verhaal. En het is goed verfilmd in Dark Waters, die staat op Netflix. Als je hem niet gezien hebt, is het echt een aanrader. Maar een advocaat die heeft zich in die zaak verdiept, omdat daar een boer koeien had en die stierven allemaal. En de vraag was nou, hoe kwam dat dan? En PFAS is voor ons nu natuurlijk, hè, Daniel had het er net over, zit in die categorie 2. Het is een known. We weten misschien nog niet alles, maar we weten wel dat het bestaat. Maar in dit geval wisten ze dus gewoon nog niet waar het om ging. Dus die advocaat die had wel door, die koeien gaan dood, dat ligt ergens aan. En die komen steeds C8 wegen en PFOA. Maar eigenlijk kon niemand hem vertellen wat dat dan precies was. En toen hij eindelijk wist wat het was, ook niet precies hoe schadelijk dat nou was. Het was gewoon niet bekend. Dus dat vind ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Nou, wat speelde daar dan? Er was dus een fabriek van DuPont. En er speelde ook een verhaal over afval dat begraven was op het land van een boer. Maar wat er dus ook bleek te spelen is dat daar via de lucht PFOA vrijkwam. PFOA, een van die PFAS-verbindingen, werd gebruikt bij het maken van teflon. En dat is daar in het grondwater terechtgekomen, een heel groot gebied. En ze hebben toen een van de grootste onderzoeken ooit. Daar hebben tussen 60.000 en 70.000 mensen hebben bloed gegeven. Dat is onderzocht. En toen bleek dus dat in die groep, dat zijn die blauwe staafjes hier, dat daar dus veel meer PFOA in het bloed zat van iedereen dan in de controlegroepen. Wat natuurlijk ook bleek, is dat iedereen PFOA in zijn bloed heeft. Hè? Dat bleek ook uit dit verhaal. Dat is ook best wel schokkend. Ja, dit verhaal, dat kwam dus aan het licht. En toen dachten ze in Dordrecht, ik weet niet of het echt hierdoor kwam eerlijk gezegd, maar in Dordrecht dachten ze op den duur, ja, wacht eens even. Wij hebben ook een PFOA-fabriek van DuPont in Dordrecht staan. En die hebben toen eerst ook bij stortlocaties gekeken. En toen bleek dus dat ja, rond die stortlocaties het goede nieuws was. Er zat niet zoveel PFOA in dat grondwater. Het minder goede nieuws was dat ze in de referentiepeilbuizen, die dus eigenlijk waar je geen PFOA in verwachtte, dat daar dus ook PFOA in zat. Nou, toen dachten ze, nou zouden er bij ons dan ook atmosferische depositie van PFOA hebben kunnen plaatsvinden. En toen vroegen ze naar mij, Witveen en Bos, PT, als het expertisecentrum, om dat te onderzoeken. En ik had blijkbaar zelf ook niet zoveel geleerd van dat alkeetpolder dioxineschandaal. Want ik dacht, ja, dat gaat dan door de lucht en dat komt dan op de bodem. Ik dacht, dat gaan we niet terugvinden. Dus ik weet ook nog dat ik het met de projectleider, Bient was dat, over had. En hij moest mijn rapport nakijken, maar het was vakantieperiode en zo. Dus we waren de planning aan het doen. En ik zei, nou ja, maakt helemaal niet uit, je wordt hartstikke makkelijk rapport. En jij kijkt het na en dan zijn we klaar.
Nou ja, ik heb me een beetje vergist. Want wat kwam er dus naar voren? Dus zodat wij zowel in het grond als in het grondwater, eigenlijk hoe dichter we bij de fabriek zaten. We zijn met weinig monsters begonnen. Maar het kwam toch wel echt naar voren dat er meer PFOA rond die fabriek zat dan verder weg. Maar dat we het ook best ver, nou, een kilometer of 6. Ik moet even zeggen, hier vinden we de fabriek. Dat we alsnog in het grondwater aantroffen. Dus dat rapport werd wat ingewikkelder om te schrijven. En daarna zei Dordrecht, ja, dan willen we nog wel wat meer weten. En toen hebben we dus, ja, ik denk 5 rondes veldwerk uitgevoerd. Ik werk nog steeds, doe nog steeds projecten voor ze, ondertussen 4 jaar later. En hebben we eigenlijk de hele regio wel onderzocht. Nou, wat dan opviel, is dat, nou ja, sowieso dat we dus 20 kilometer van Dordrecht nog steeds verhoogde concentraties vinden. En echt behoorlijk verhoogde concentraties. En dat de hoogste concentraties in het noordoosten worden gevonden. Nou ja, hoe komt dat dan? Of hoe is dat te verklaren? De wind in Nederland die waait natuurlijk over het algemeen vanuit het zuidwesten naar het noordoosten. Dus dit ligt gewoon in de heersende windrichting. In het eerste achtergrondwaardeonderzoek van het RIVM gaven zij ook aan dat zij verhoogde concentraties PFOA's in de grond zagen, zelfs tot 50 kilometer van DuPont. Dus eigenlijk deze hele cirkel is beïnvloed, waarschijnlijk grotendeels door luchtdepositie vanaf die fabriek. Nou, ik kom dus uit Vlaardingen, daar hadden we altijd een mooie uitdrukking: hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Maar ja, gek genoeg zag ik in mijn eigen onderzoek zag ik dat niet helemaal. Wij hebben niet echt direct bij de fabriek gekeken. Ik weet dat het op het DuPont-terrein zit natuurlijk ook heel veel. Dus maar daar mochten wij om de een of andere reden. Nee, ik heb het niet eens gevraagd. Maar daar hebben we geen onderzoek gedaan. Maar wat je hier dus ziet is inderdaad de afstand vanaf DuPont en de concentraties PFOA. En eigenlijk vonden wij de hoogste concentraties op 8 kilometer van de bron. Vonden we toch wel toch een beetje raar. Ik kan denken van nou, dat ligt aan die heersende windrichting. Maar wat ook opviel is dat die verhoogde concentraties, die vonden we dus vooral hier. Als je dan kijkt, dat is dus allemaal roze. Dat is dus veengebied. Het is echt veenweidegebied. Je ziet hier ook een mooi fotootje waar ik zelf geweest ben. En als je daar dus staat, dan het is echt super drassig. Als je vloerst op de grond stampt, dan golft die hele vloer zo mee. En dan word je nat. Dus het is ook de hoge grondwaterstand waarschijnlijk hier. Hè? De grondwaterstand staat er gewoon bijna op het maaiveld. Maar wat zien we dus onder andere? Ja, in bodemonderzoeken drukken wij onze concentraties natuurlijk allemaal uit in microgram per kilogram droge stof. En als je zand en klei hebt, ja, dan maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Maar veen heeft natuurlijk een veel lager droge stofgehalte dan zand en klei. En als je de depositie van bovenaf hebt, nou, dezelfde depositie op bijvoorbeeld zand of op veen, en je gaat dat omrekenen naar microgram per kilogram droge stof, dan wordt dus automatisch je concentratie in veen veel hoger. Dus dat is ook deels wat we hier zien, die verhoogde concentraties. Ja, dat hebben we een keer omgerekend. Staat jammer genoeg niet op dit plaatje, realiseerde ik me net. Wat we dus een keer gedaan hebben, is dus al die concentraties, we hebben gekeken van wat is droge stofgehalte, hebben we geprobeerd te bepalen wat ongeveer, dus een beetje vingeroefening, of het is niet heel exact, wat dan waarschijnlijk de dichtheid was. En toen hebben we omgerekend naar microgram per vierkante meter, wat we dan verwachten daar in de bodem, of hebben gevonden in de bodem, moet ik zeggen. En tegelijkertijd heeft collega's van TTE, die hebben met de gegevens die bekend zijn van de DuPont, hoeveel ze hebben uitgestoten uit de fabriek, hebben ze uitgerekend wat de depositie was in de lucht. Dus de lijnen die je hier ziet, dat is wat er volgens het model is neergeslagen op de bodem. En de punten die je ziet zijn dus de concentraties. En wat wij dus zagen is dat het komt niet helemaal 100% overeen, maar dat je wel duidelijke overeenkomsten ziet tussen het model van wat is er neergeslagen en wat vind je in werkelijkheid in de bodem. Nou, toen hebben we die gegevens, die omgerekende waarde van PFOA per vierkante meter, die hebben we ook gebruikt om terug te rekenen. Dus we weten wat die bond ongeveer heeft uitgestoten. Er zijn 3 verschillende scenario's voor. Dat hebben we dus in het model gestopt. Dan hebben we uitgerekend van hoeveel verwachten we dan in een bepaalde gebied. En daarna heb ik dus uitgerekend van wat zit er in de grond. En komt dat nou overeen met wat er uit het model komt? Nou, en uiteindelijk kwam dat eigenlijk. Oh, sorry. Kwam dat eigenlijk best goed overeen? Want ik had uitgerekend, vanuit de grond denk ik dat er ongeveer 9 tot 15 ton
in die regio tot 50 kilometer aan PVO terecht is gekomen vanuit de fabriek. En uit het model bleek dat dat tussen de 9 en de 14,9 ton zat. Dus dat geeft eigenlijk aan dat we dat best goed in kunnen schatten. Dat model is trouwens gebaseerd op, komen we weer bij het RIVM, het stikstof-ARIES heet het, geloof ik, model. En dat vind ik zelf altijd zo fascinerend, want mijn broer zit in de stikstofwereld. En in bodem, wij kijken dus heel erg wat er in de bodem zit, maar denken dus eigenlijk weinig na over luchtdepositie, over atmosferische depositie. Dus die modelkant die doen we niet vaak. Maar volgens mij doen ze het bij stikstof heel erg andersom. Dus daar wordt gemodelleerd van, oh ja, we hebben hier deze uitstoot. En ik weet wel dat er ook gemeten wordt hoor bij het stikstofonderzoek. Maar het gaat voornamelijk vanuit het model van wat wordt er uitgestoten. En dan mag je hier niet meer bouwen, want misschien komt dat in dat natuurgebied. Nou, vind ik gewoon fascinerend. Grondwater zien we trouwens ook, maar iets minder ver. Dus daar zien we verhoogde concentraties tot een kilometer of twee rond Dordrecht. Nou kan je natuurlijk denken van, ja oké, Dordrecht heeft sinds de jaren 70 PFOA uitstaan stoten. Dus het is niet zo gek dat we dat zien bij Dordrecht. Maar dat is niet iets wat landelijk heel veel voor gaat komen. Nou, zou ik in kunnen komen. Behalve dan dat we in Helmond custom powders hebben, waar veel minder frequent en ook veel minder lang PFOA werd gedroogd. Ook voor DuPont trouwens. En hier is eigenlijk precies hetzelfde gebeurd. Wel kleinere schaal, maar hier zien we dus ook dat in die fabriek zowel via het riool hoor, dus het is ook een grondwaterprobleem geweest, maar ook deels via luchtdepositie is een groot deel van de omgeving verontreinigd met PFOA en Genex. En wat hier opviel is dat we hebben het regenwater van het dak bemonsterd. En zelfs, want PFOA wordt al een tijdje niet gebruikt, hè, dat is al uitgefaseerd. Dat zelfs, ook al werd dat dus al een tijd niet meer gebruikt, we toch nog 2 microgram per liter PFOA in het regenwater vonden en ook nog geen niks. Dus dat betekent ook al stop je met die luchtdepositie, er blijft nog heel lang nalevering van bijvoorbeeld deze stoffen van je daken, van je straten. Nou ja, wat bij Helmond speelde, zoals ik zei, het was minder ver, hè? Dus hier tot op... Nou, het zal dit zijn 5 kilometer of zo. Dus we hebben het niet over die 20 kilometer bij Dordrecht. Het zijn ook echt wel lagere concentraties. Wat bij Helmond speelde, maar ook bij Dordrecht trouwens, is dat er een moestuincomplex was. Ik geloof hier. Dus custom powders is hier. Misschien zelfs hier, die moestuin. En daar is toen onderzoek naar gedaan. Weer het RIVM. En daaruit bleek dat ze eigenlijk hadden gezegd, nou, dat de bodem, het ging over bodemonderzoek en het irrigatiewater, dat op zich wel... gebruikt kon worden in de buurt. De gewassen zijn trouwens ook bemonsterd. En de NVWA heeft, de Voedsel- en Warenautoriteit, die heeft bij de melkveehouders in molenlanden, waar ik die hoge concentratie in de bodem heb aangetroffen, hebben ze ook onderzoek gedaan. Hebben ze melk en, bij Dordrecht maken we dan altijd de grap dat ene ei geen ei is, maar ze hebben melk en eieren bekeken en in Helmond ook vis, omdat daar een visvijver in de buurt was. En nou ja, daar bleek het op zich allemaal wel mee te vallen. Er zijn ook artikelen over gepubliceerd in de krant. Omdat het over het algemeen onder de detectiegrens was. Dus nou ja, zou je zeggen, fijn, is leuk. Maar ja, toen kwam dus de EFSA met een nieuwe grenswaarde voor PFOA. En om even aan te geven hoe snel dingen kunnen gaan. Hè, van een iets wat we nog helemaal niet wisten dat het bestond in... Nou, wanneer is die advocaat ermee begonnen? De jaren 90 misschien. In 2008 was de EFSA-norm zo hoog, dus zal ongeveer 1500 zijn geweest. Hij is dus nu zo laag, ja, dat heeft geen zin om daar ook maar een balkje neer te zetten, want hij is voor die 4, het gaat over wat je per dag mag binnenkrijgen. En hij is dus voor, deze gaat alleen over PFOA, en ondertussen is hij dus 0,63 nanogram per kilogram lichaamsgewicht per dag. Dus dat heeft geen zin. Maar dat betekent dus ook dat die, oh ja, nee... Dat werkt dus ook door in een nieuwe risicogrenswaarde voor grond, het RIVM. Die zijn dus ook een stuk lager geworden, als ik het goed heb. Hier al die rode waarden, die zijn laatst in 2021 verlaagd. En dan zie je bijvoorbeeld dat de norm voor PFOS en PFOA in grond bij moestuinen, die is maar 2,4 of 2,3. Dat is gek, want dat is dus onder de 373, hè, die we al kennen van grondverzet. Maar oké, dat is een ander verhaal. Maar het kwam er dus wel op neer dat die onderzoeken die wij in die moestuinen hebben gedaan, of, nou, die het RIVM heeft gedaan, we hadden er ook in Helmond wat gedaan,
die detectiegrenzen, die waren eigenlijk van 0,1, die waren ondertussen eigenlijk niet meer laag genoeg om iets te kunnen zeggen over die nieuwe normen. Vandaar dat we dus nu rond Dordrecht en Helmond weer aan de slag zijn. Dan zijn we moestuin, ja, tot die 20 kilometer, daar in Groot-Ammers, zijn we de gewassen aan het onderzoeken. Dit was dus mijn favoriete kantoordag van het jaar. En gewoon in een moestuin hebben we van alles bemonsterd, van aardappelen tot sla. En ik moet zeggen, mensen zijn ook echt heel erg vriendelijk en behulpzaam en willen graag weten hoe het zit. Nou ja, dat wordt dus nu in Wageningen geanalyseerd. En dan komen we weer bij het RIVM. Die gaan er een rapport over schrijven. Dat gaan wij niet doen. Dus we hebben Dordrecht, we hebben Helmond. En toen zag ik op de duur een berichtje op mijn telefoon over Zwijndrecht en PFOS. Toen moest ik heel even nadenken, want Zwijndrecht ligt inderdaad naast Dordrecht. Ik dacht zo, waarom gaat het nou over PFOS? Maar ja, dat wisten we natuurlijk eigenlijk wel, want dat is het probleem in Antwerpen. Hè, waar je dus een fabriek van 3M hebt staan die PFOS heeft uitgestoten. Nou, het meeste wat we daarvan horen is dat het via de Schelde dan ook in Zeeland binnenkomt. Vandaar dat we in Nederland er ook wel eens wat over horen. Maar ik las dus ook dat de directeur van 3M ook heeft gezegd, ja, misschien is het ook wel hier via de lucht verspreid. Dus dat speelt dus ook nog. Nou ja, dan even over die achtergrondwaarden. Hè? Want die achtergrondwaarden van Nederland, waar hebben we eigenlijk ook al die verhoogde PFOA-concentraties? Dat moet ik wel af zitten vragen. Maar als je dus kijkt naar dit model, naar die groene lijnen, ja, tot buiten de grens van Nederland, volgens het model, kan je dus een deel van de achtergrondwaarden in ieder geval verklaren door de uitstoot van DuPont. Ik wil niet zeggen dat we alles daarmee kunnen verklaren, maar dat is wel deels zo. Ander verhaal is, ja, ik vertelde het al, PFOA is uitgefaseerd, maar dat is dus vooral in Europa zo. In China wordt dus nog gewoon lekker geproduceerd. En dat komt dus via de lucht ook gewoon nog bij ons terecht. En als het niet direct via de lucht komt, dan komt het nog wel misschien via de zee. Dus ik heb al een aantal onderzoeken gezien, voorbij zien komen langs de kust. Maar dan hebben we het echt wel over de duinen, hoor. Dan hebben we dus niet echt kilometers van de kust af. Maar waar je vooral verhoogde PFOS-concentraties vindt. PFOA volgens mij niet echt. En dat komt dus omdat die PFOS en PFOA komen via de lucht, via de oceaan, via de rivieren in de oceanen terecht. En dan bij de kust, dan heb je iets wat ze dan sea spray noemen. Dat is de druppeltjes die dan bij die golfslag ontstaan. En dat vind je dus terug in de duinen, waardoor je dus verhoogde concentraties aan de kust kan hebben. Ja, maar ook goed nieuws. Hè? Dat is natuurlijk altijd leuk. Want de EU is wel hard bezig met het verbieden van alle PFAS. Ik ben trouwens wel heel benieuwd, want dan moet je eens heel hard nadenken over wat niet-essentiële PFAS is. Ik gaf eergisteren een presentatie, had ik ook over teflon en pannen verteld. En toen was er één man en die vroeg, ja, maar ik heb een stent van teflon in mijn been, van mijn knie tot mijn nieren of zoiets. Ik dacht, ja, lijkt me wel redelijk essentieel dat we dat nog kunnen gebruiken. Ja, ander goed nieuws. En nou heb ik eigenlijk een hand te weinig. Las ik dus dinsdag in de NRC. Daar moest ik zelf heel erg hard over nadenken. Want het goede nieuws was, kwik komt snel in zee. Toen dacht ik, ja, dat is toch geen goed nieuws? Dat is slecht nieuws. De kop had moeten zijn slecht nieuws. Maar het idee van dat verhaal was, een groter deel dan ze verwacht hadden van de kwikverontreiniging in de oceaan komt eigenlijk uit de lucht. Dus er komt meer uit de lucht dan we denken. En het goede nieuws was, als je dus je luchtemissies stopt, dan ben je er ook sneller vanaf. Meer dan als het bijvoorbeeld in de bodem zit. Dat klopt natuurlijk waar. Je hebt wel iets met nalevering. Dus, maar dat valt natuurlijk in verhouding wel mee. Dus ik dacht, nou ja, dat is misschien dan het leuke nieuws. Hè? Als wij weten dat er via de atmosfeer depositie is ergens, dan kan je het ook misschien wel sneller stoppen. Maar wat ik dus grappig vond, als je dus, Johan Cruijff zei iets als zo, je gaat het pas zien als je het weet, of je gaat het pas zien als je het doorhebt. Want het viel mij pas vanochtend op, dat onder hetzelfde artikel stond dus ook nog een artikel over de Maori's in Nieuw-Zeeland. En die hebben dus een heleboel bosbranden gepleegd. En dat was dus 7000, dat zag je dus in Antarctica, 7000 kilometer verderop. Dus we zijn al, ik weet niet wanneer het speelt, 800 jaar geleden deden we dit soort dingen al. Dat was mensheid de wereld 7000 kilometer verderop negatief beïnvloeden. Ja, kortom, wat wil ik graag dat je van dit praatje onthoudt, is dat dit soort fabrieken, en ik heb het nu heel erg over PFAS gehad, maar ik denk dus dat er een heleboel stoffen zijn waar we niet naar kijken, die misschien zelf soortgelijke
effecten, atmosferische depositie kunnen hebben. En die zullen misschien niet allemaal zo slecht afbreekbaar zijn als PFAS, dus die zullen niet allemaal zo'n effect hebben, maar ik vermoed dat ze er wel zijn. En dat het dus zo ver kan komen, ik vind die 20 kilometer, 50 kilometer zelfs verhoogde concentraties, dat vind ik eigenlijk best schokkend. En dat verhaal over die bodem, dat dat zo'n effect heeft. Dus vooral dat veen in Nederland en de grondwaterstanden, we vonden het in het begin best wel moeilijk te verklaren waarom je daarom daar precies die verhoogde concentraties hebt. Maar als je erover nadenkt, dan is dat eigenlijk best logisch. Nou ja, en je ziet dus dat, ook al zijn de concentraties natuurlijk laag, dat moestuinonderzoek, dat kan best wel effect hebben op een heleboel mensen. Het gaat echt om 20 of 30 moestuinen, met allemaal misschien wel tientallen tot honderden mensen. Die zitten nu allemaal in onzekerheid over of ze dus eigenlijk die groenten wel moeten eten, of dat ongezond is of niet. En ik ben dus heel benieuwd of er nog meer stoffen zijn waar dit ook zo'n issue is. Nou, dat was mijn presentatie. Zijn hier nog vragen over? Geen vragen. Vanuit de chat nog? Het gaat over Helmond. Hoe weet je zeker dat het nalevering is en niet een andere bron van die daken, denk ik, dat het over gaat? Maar volgens mij kwam het van het dak af van Custom Powder zelf. Dus, ze werkt niet meer, hè? Dus het komt niet meer via de lucht. Dus ik zou niet weten wat dan de andere bron zou moeten zijn. En ik vroeg mezelf nog af, als je in die moestuinen bent, hè, eten die mensen die groenten nou of niet? Of... Ja, en ik krijg ook, ik ben in twee van die tuinen geweest, ik krijg ook regelmatig spullen mee en die eet ik zelf ook gewoon op. Dus, maar ja, het gaat natuurlijk om dat zij het elke dag eten en ik maar dan één keer. Dus de meeste mensen die hebben het idee dat het allemaal niet zo, dat het allemaal wel los zou lopen. Ja. Nou, dat snap ik ook wel. Ze eet het vaak al 20 jaar of 30 jaar. Ja. Ja. Er komen wat vragen. Ja, je hebt de vraag, Leonard of Steven, dat daar is. Je hebt de vraag zelf al een paar keer gesteld, van mogelijk zijn er veel meer stoffen die vergelijkbaar met PFOA door de lucht op de bodem terecht zijn gekomen. Maar je hebt er vast ook wel eens over nagedacht. Welke stoffen dat zou kunnen zijn? Heb je enig idee welke groepen of welke stoffen je verdenkt daarvan? Nou, voor atmosferische depositie heb ik dat eigenlijk niet zo heel erg. Want ik denk dat dat echt nog die groep 1 is. Hè? Die unknowns die we niet weten. Voor waterbodem hoorde ik laatst wel weer allemaal presentaties over biociden en zo. Ik denk, daar kijken wij in de bodem eigenlijk helemaal niet naar. Dus dat is een beetje een blinde... Ja, we kijken er alleen maar naar als we denken dat er iets aan de hand is. Maar dat zie ik wel als een probleem. Ja. Ja, ik begreep laatst ook dat die gebromeerde stoffen ook niet helemaal onverdacht zijn. Als het gaat om depositie. Ja. En dan denk ik ook, die dioxines weten we dat eigenlijk nou wel. Zijn we daar nog... Dus misschien zijn het meer gewoon oude problemen die er toch nog wel zijn. Dirk Jan van Buren van Gommelands. Als we weten dat depositie een belangrijke bron is, zeg maar, waar de verontreiniging ontstaat, dan kunnen we toch ook gewoon landelijk die stoffen die we weten wat er zijn, onderzoeken. En kijken of ze aanwezig zijn, of is dat een rare gedachte? Nou, ik denk dat zo'n Dordrecht, dat zou je natuurlijk wel tegenkomen. Helmond is natuurlijk wat kleiner. Hè? Dat, ik denk dat als je landelijk meet of je bepaalt, gewoon op goed geluk meet of je bepaalde stoffen tegenkomt, dan kom je Helmond niet. Dan moet je wel geluk hebben om Helmond tegen te komen, laat het zo zeggen. Jawel, maar we hebben natuurlijk nog meer stoffen. Hè? Ik zag ergens een heel hoog getal aan stoffen die er allemaal in de omloop zijn. Ik neem aan dat er wel een lijstje is waar we verdenkingen van hebben dat die voor kunnen komen in de bodem door depositie. Dan kunnen we daar toch ook gewoon over Nederland is gewoon proeven doen om te kijken of er zijn ze aanwezig. Of, ja, of is dat, wat, dan weet je iets. Maar dan is denk ik de vraag wie is daar verantwoordelijk voor. Hè? Dan is dat een overheidsiets. Ik weet... Ja, is goed, maar dat is natuurlijk angst.
Kijk, je moet ergens beginnen om te kijken of je, oké, wat is het vertrekpunt? Ja. Ja, ik vind het een goed idee hoor, daar niet van. Maar ik, jullie gaan. Ja, dat dacht ik al. Het maakt wat los, volgens mij. Jelle de Gier van BK Ingenieurs. Ja, ik doe bodemonderzoeken. Maar we hebben in het verleden natuurlijk landsdekkend beeld gebeuren gehad. Waar we, nou ja, ik heb zelf ook, weet ik wel, honderden locaties historisch onderzoek. Wat is verdacht op basis van historische gegevens? En daar is toen ook op heel veel locaties bodemonderzoek uitgevoerd op, nou ja, vooral neempakketten en dat soort standaard parameters. Ja. Maar ja, landsdekkend beeld 2.0 zou natuurlijk net zoiets kunnen wezen. Met zoeken naar, nou ja, waar, welke stoffen en vervolgens waar zou dat uitgestoten kunnen worden. En dan gericht eventueel kijken of je wat kan vinden natuurlijk. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen het lastige is wat ik zelf merk bij PFAS bijvoorbeeld. Want wij hebben ook gewerkt aan een onderzoek voor het ministerie van wat zijn nou de PFAS verdachte locaties waar het in de historie iets mee gebeurd is. Dat het voor PFAS, wat we dus eigenlijk al kennen, al heel erg moeilijk is. En dat bedrijven zelfs soms niet eens doorhebben dat ze het gebruiken. En dus dat vond ik eigenlijk ook, als ik eerlijk ben, een van de meest verontrustende dingen die ik de afgelopen 5 jaar heb geleerd. Is dus dat we dat, ik dacht, we hebben reach en we weten precies waar alle chemicaliën gebruikt worden. Dat is gewoon totaal niet waar. Dus zelfs voor PFAS is dat dus heel moeilijk. En dan denk ik, er zijn dus ook allemaal andere stoffen die we nog niet eens op het netvlies hebben. En daar weten we het helemaal niet van. Dus ja. Dankjewel. Ga even naar de overkant. Goedemiddag, Jan van der Holland, Green Soil. Ik vind het vreemd om vast te stellen opnieuw dat we daar vaak achteraan huppelen. Atmosferen, depositie, zware metalen, de Kempen, de Limburgse gemeenten. Het is ons zeker niet vreemd, een probleem al 30 jaar oud en we komen het hier opnieuw tegen. Ja. Er zijn denk ik nog ongetwijfeld enorm veel stoffen die dat we niet opvolgen, die dat we niet weten. Waarom huppelen we als sector altijd, vind ik, een beetje achter de feiten aan en gaan we op basis van gegevens die we meten in het veld terug gaan zoeken, wat is de bron? Waarom focussen wij ons niet meer op die bronnen van die atmosferische depositie? Ik denk dat het opnieuw duidt dat atmosferische depositie niet te verwaarlozen is. We hebben, denk ik, of we zouden toch een beeld moeten hebben van waar komt er potentieel atmosferische depositie vrij? We weten inderdaad niet welke chemische stoffen er allemaal gebruikt worden, maar ik denk dat we toch wel een zicht op hebben van waar komen er grote hoeveelheden vrij in de lucht? Er zijn heel wat chemische bedrijven die wel iets uitstoten, andere die niks uitstoten. Waarom gaan we net niet met een grotere bril en een groter analysepakket dan onze basisparameters net die bedrijven in kaart brengen? Dat is iets waar ik als bezorgde burger mij wel vragen bij stel. Ja. Ja. Nee, zeker niet. Het is geen vraag naar de sector of naar de analysebureaus. Het is voor mij veel eerder als waarom richt het beleid zich daar bijvoorbeeld niet op? Of waarom wordt daar niet feller naar gekeken? Daar wordt er naar gekeken. Hans Lenders, Arcades trouwens. Het is zeker niet onze sector. Wij zijn meer end of pipe en wij kijken terug. Wij vinden niets, dus wij kijken terug. Daarom denk ik, geef ik even een link naar het praatje straks. Mm-hmm. Daar wordt alvast toch wel onderzoek gedaan naar welke stoffen zouden het kunnen zijn. En de stap die daarna dan nog zou moeten komen, dat hoor ik graag van met praatje straks. Dus die houden we ook even vast, denk ik. Van, dan zou je nog een stap moeten zetten. En welke stoffen daarvan kun je eventueel via luchtdepositie dan terugvinden straks in het milieu? En ik had zelf ook nog een opmerking over het praatje. Je moet dus goed realiseren dat, volgens mij is dat denk een aantal maanden geleden gepubliceerd, dat we, zoals we hier zitten met z'n allen, krijgen wij een factor 3 à 4 te veel PFAS binnen. Conform de EFSA-norm. Dat moet je dus goed realiseren. En het gros daarvan krijgen we nog steeds binnen via voedsel. En wat we ook goed moeten realiseren door die atmosferische deposities, dat we heel lang naleving uit ons systeem zullen krijgen. Noem maar op, het is achtergrond, onze achtergrond is belast. Dus we hebben een paar bronlocaties, maar onze achtergrond is belast. Dus daar zal het ook al lang duren voordat het systeem weg is. Dan heb ik nog niet eens over de dynamiek in het oppervlaktewater, want dat is ook weer apart. Ik ben Jaap Willem Hutter van SGS Milieulaboratorium. Ik wil even wat toevoegen. Er zit in die hele schakel zit natuurlijk ook nog een soort missing link. Namelijk kun je het wel meten. Je kunt wel denken van er zijn duizenden stoffen gemaakt. Nou, we hebben het aan de PFAS kwestie gezien. Ja. Dat moest natuurlijk ook in allerijl opgezet worden, die hele meetmethodiek. En daar werd in het begin ook nog sterk aan getwijfeld of het wel goed was wat de laboratoria deden. En dat krijg je bij alle nieuwe stoffen opnieuw.
Dat moet gewoon eerst heel goed opgezet worden. Dus ik ben daar op zich heel blij met het initiatief van het ministerie. En daar zit RIVM ook bij betrokken. Dat bij nieuwe opkomende stoffen er veel beter nu nagedacht gaat worden, hoop ik dan. Om dat in de keten goed te regelen. Dat je niet zegt van nou per morgen zijn deze stoffen een probleem en gaat maar meten. En niemand kan het meten, want het moet allemaal eerst nog opgezet worden. Dus het is wel een missing link in de hele keten. Dat ik nog even toevoegen. Ja, dankjewel. Was er nog een vanuit de chat? Ja, die vraag is denk ik ook net door Willem Hutter beantwoord. Inderdaad over die, hoe kun je ze meten met die matrix-effecten en dat soort zaken. De vraag door iemand bij het moestuinonderzoek, hè, dat het nog interessant is of de stoffen daadwerkelijk in het gewas zitten of als stof op het gewas, dus of afwas zij dan helpt. We gaan bij dat moestuinonderzoek onder andere ook kijken naar of we verschil zien bijvoorbeeld tussen geschilde en ongeschilde aardappels. Gaan we niet voor alle groenten doen, maar voor aardappel en biet en zo. Dus daar kijken we zeker naar. Ja. Ik weet eigenlijk niet of ze alles wassen. Ja, ja. Ja, maar het is natuurlijk als het ongewassen gegeten wordt. Dan, maar volgens mij gingen ze alles wassen, maar dat weet ik niet 100% zeker. Ja, de depositie is nu gestopt. Dus je zou zeggen van dat nu echt uit de bodem komt. Zodat het opgenomen wordt. Ja, dus... En beregenen natuurlijk met PFAS en water. Ja. Er is nog iemand die zich druk maakt van de ziekenhuizen liggen al vol met COVID-19 patiënten. Waarin liggen de ziekenhuizen vol met PFAS-patiënten? Of is dit een rare vraag? Dan moet ik natuurlijk even... Nee, het is helemaal geen rare vraag. Want een van de effecten waarom die norm zo laag is, is dat PFAS effect kan hebben op je immuunsysteem. En dat je vaccinaties daarom niet meer werken. Dus als ik één voorstel voor een onderzoek zou mogen doen, dan is het kijken rond Dordrecht is of daar de vaccinaties tegen COVID niet zo goed werken. Dat zou ik wel interessant vinden. Maar voor de rest gaat het vooral om de hele lange termijn bij PFAS. Hè? Dat het in je lichaam opbouwt. Het is niet een acuut iets... waar je direct ziek van wordt. Het gaat er... En het gaat vooral om het effect op baby's. Dus ook bij volwassenen is het al iets minder. Baby's en zwangere vrouwen, die moeten uitkijken met PFAS. Toen werd het opeens heel actueel als we corona erbij halen. Ja, ja. Het speelt wel. Waren er nog meer vragen? Oh, yeah. Wat we met PFAS meegemaakt hebben, denk ik dat we hoop van kunnen leren. En ik heb me aan het begin, toen we daarvoor stonden, heel vaak afgevraagd. Toen wisten we helemaal niet wat voor gehaltes we nou mee te maken hadden. Er werden ineens normen gesteld en niemand had echt een idee in van joh, waar praten we over in Nederland breed. En toen dacht ik van joh, waarom? We leveren met z'n allen heel veel monsters aan bij het lab. Waarom kunnen we niet op al die monsters anoniem PFAS onderzoeken? Dan weet je in een hele korte tijd. Weet je van, joh, oké, voor welke halte hebben we? Nou, we weten waar die monsters vandaan komen. Nou ja, goed, dat heb je dan wel eens mensen over die zeggen, ja, dan kom je allemaal met allemaal wette regelgeving in aanraking. Kosten ook. En, ja, nou ja, goed, maar ja, nu heeft het de maatschappij ook heel veel geld gekost. Dus ja, de vraag is, wat is goedkoper? Maar je weet wel heel snel, want er is gewoon heel veel materiaal beschikbaar. Je weet waar het vandaan komt. Hè. Vaak wordt aangegeven uit welke bodemlaag het komt. Je kan heel snel weten, over welke haltes praten we nu echt? Want ja... vanuit mijn perspectief vind ik dat we achteraf gezien het best wel meevalt allemaal. De waardes die we meten. En natuurlijk hebben we echt wel puntbronnen en hebben we echt wel gebieden waar het natuurlijk, zeker rondom Dordrecht, echt wel aanwezig is. Maar ook heel veel valt mee. Nou, ik denk dat hadden we ook best sneller kunnen weten. Maar mag dat niet of kan dat niet? Dat vraag ik me vaak af. En kunnen we daar niet iets van leren voor nieuwe stoffen? Als we weer ergens tegenaan lopen... En we moeten snel weten, oké, waar hebben we het over in Nederland? Kunnen we daar dan niet iets anders voor verzinnen? Ja, ik weet wel wat bij ons speelde. Want het RIVM heeft om data gevraagd. Ik heb jullie data. Maar dat dan moeilijk aan te leveren was. Omdat dat niet in het systeem van het lab toen nog zat. Nu ondertussen wel. Dus dat maakt het allemaal lastig. En het komt allemaal, toevallig met het project bezig, om allemaal PFAS-data te verzamelen. Van gemeentes en omgevingsdiensten. En dat is echt een gruwel. Omdat iedereen zijn eigen format heeft. En het RIVM zou ook echt niet blij zijn geweest met het project. Ze hebben uiteindelijk volgens mij niet zo heel veel data aangeleverd. Want zelfs wij hebben niet zo heel veel aangeleverd. Omdat die data is niet van mij als ingenieursbureau, maar is van de klant. Dus de stap om te zeggen van, dan moet je eerst de klant gaan bellen. Mag het? Nou, grote kans dat hij denkt, ik ga je niet eens beantwoorden of ik zeg gewoon nee. Dus ik vind het in theorie een heel leuk idee. Maar in de praktijk voor ons was het heel lastig.
Dankjewel, Martijn van Houten, Witteveen-en-Bosch. Dit idee hebben wij uitgevoerd namelijk. Dus ik zat een beetje op hete kolen dat ik dacht van ja, dit is precies wat er is gedaan namelijk. Het expertisecentrum heeft in 2016 partijen als gemeente Dordrecht en ministerie INW, maar ook heel veel andere betalende partijen bijeengebracht om dat onderzoeksprogramma op te zetten. En op basis van de toen beschikbare data ook te kijken naar wat zijn nou achtergrondwaarden in buiten Dordrecht om, hè, dus in de rest van Nederland. En opvallend genoeg kwamen die getallen al redelijk dichtbij waar je nu ook naar kijkt. Dus wij hebben in de periode 2016-2018 dat grofweg in beeld gebracht. En eigenlijk lag het allemaal klaar. Wat er nadien, hoe het toen gelopen is, dat is een ander spoor. Daar hebben wij ook als werkveld weinig mee van doen. Hè. Dat is een besluit van de INW geweest om een tijdelijk handelingskader te publiceren. Maar wat je net schetste, dat is eigenlijk wat de markt ook gedaan heeft. Dankjewel voor die toevoeging. Nou, misschien dat we af kunnen sluiten met goed nieuws. RIVM is bezig met een pilot om op de manier zoals hier eigenlijk gesuggereerd wordt te gaan kijken naar nog niet genormeerde stoffen. Men maakt een inventarisatie van de stoffen die men verwacht en gaat vervolgens landelijk in een landelijk meetnet meten hoe of en in welke concentraties die stoffen voor gaan komen. Ah, mooi. Nou ja, goed, wij hebben ons als ProRail al aangemeld om mee te doen om in onze onderzoeken bepaalde stoffen mee te nemen, aanvullend dus. Eén ding wat we wel gevraagd hebben is om eerst indicatieve grenswaarden op te stellen om niet direct in de zorgplicht gevalletje terecht te komen. Dus. En als ik me niet vergis, wordt er ook gewerkt in de algemene methodiek op landelijk niveau. He, de algemene methodiek en die, dat we proberen te voorkomen dat de detectiegrens weer als norm wordt, terwijl het overal al zit. Tenminste, ik hoop dat dat in die algemene methodiek voorkomt, maar als marktpartij zijn we er niet volledig van op de hoogte hoe dat nou precies actueel verloopt. Ja. Dan ga je de opdrachtgever vragen of hij het wil. Die wil het niet. En jij geeft nu ook al aan, dan wil ik eerst een indicatieve waarde. Dan bedoel ik eigenlijk van, joh, bij het lab komt zoveel grond binnen. Dat kan anoniem. Hè? Als daar gewoon een centrale opdrachtgever van die grond analyses neemt. Anoniem. Hè? Dus je weet wel een locatie, je weet een bodemonderzoek. En met die informatie die je daarop doet, ga je beleid maken. En niet de opdrachtgever lastigvallen dat hij wel of niet aan zijn zorgplicht voldoet. Dan volgens mij gaat het veel sneller. Want je loopt nu allemaal tegen dingen aan. Van, ja, maar ik wil eens dit en ik wil eens dat. En ik doe er niet mee of slecht in het nieuws. Er zijn wat stappen voor nodig voordat je dat kunt doen. Op het moment dat je nu een onbekende stof vindt. Dan geldt er formeel volgens de circulaire bodemsnee op dit moment de zorgplicht. Dan moet je eigenlijk acuut handelen. Dus dan moet de overheid eerst iets voor regelen dat die verwijzing weg is uit die circulaire of dat er iets anders geldt. Anders moet je terugvallen. Dus voordat jij die data hebt en voordat je geanalyseerd hebt en geïnterpreteerd hebt, ben je zo'n half jaar verder ook zelfs in die methode die jij voorstelt. Dus het wordt tijd dat er een regel voor komt om daarvan af te wijzen. Dus we moeten eerst, op het moment dat we in die transitie zitten, dat we het nog niet weten. Dan moeten we niet gelijk kijken naar de zorgplicht. Want dan heel veel mensen gaan achteruit. En die zeggen, nou doe maar bij de buren, maar niet bij mij. Ja, en ik denk op het moment dat je dat weghaalt door dus wettelijk iets te regelen, dat je niet direct aan die zorgplicht zit. Want als we nu niks doen, gebeurt het ook. Alleen dan weten we het niet. Dan krijg je dingen sneller van de grond. Maar we zitten nu wettelijk aan een probleem. En nu zitten we nog aan de voorkant, dus kunnen we, voor de nieuwe stoffen, kunnen we dus nog wat regelen. Maar dan moet daar wettelijk iets veranderd worden. Anders gaan we met de nieuwe stof weer hetzelfde meemaken als PFAS. Ja, dat zou ik echt wel zonde vinden. Volgens mij wordt daar dus aan gewerkt met die algemene bodemsystematiek. Dat is eigenlijk precies wat de bedoeling is met die algemene methodiek. Selecteer een aantal stoffen
die je verwacht. Hè? Want ja, out of the blue een pakket van 400 stoffen in de markt zetten, dat is ook niet de manier. Dus selecteer daarop, bepaal eerst een indicatieve grenswaarde en ga dan meten. En dan heb je het probleem van je zorgplicht getackeld. Het laatste wat ik begrepen heb van RIVM is dat de pilot begin volgend jaar van start gaat. Dus, nou, als er nog verdere vragen zijn... Oh. Haalt op Dam, Heijmans. Dat laat op een voortbordurend op dat laatste. Als we dan een indicatief of een norm hebben en dan vervolgens beleid, dan zijn we nog niet. Want wat gaan we er vervolgens dan mee doen met die met de grond of grondwater of die daarbij vrijkomt? Ik bedoel te zeggen, je moet er ook nog wel wat moet er nog een oplossing voor hebben. Ja, dat klopt. Alleen. De algemene methodiek is om te bepalen of de stoffen er überhaupt zijn. En dan kun je daarna kun je beleid gaan maken. Anders ga je beleid maken voor stoffen die je misschien helemaal niet tegenkomt. Dus ja, volgordelijk is het best een lastig verhaal. Aan de andere kant is de vraag van of het snel genoeg gaat natuurlijk. Maar ja, nooit. Als er verder geen vragen of opmerkingen zijn, toch nog eentje. Echt de laatste. Nico Harkes, Kobe. Wat mij vooral ook interesseert is het verband met de REACH eigenlijk, waar natuurlijk de bedrijven zelf moeten gaan melden wat ze allemaal aan het doen zijn. En nou hoor ik eigenlijk de omgekeerde wereld. We gaan toch weer zelf lopen toetsen wat er aan de hand is. Hoe gaat zich dat verhouden? Ik weet niet of iemand zich geroepen voelt om deze vraag te beantwoorden. Nee, ik niet. Oh! Ja, hoe zich dat gaat verhouden is natuurlijk wel een spannende. Kijk, het is niet voor niks, hè. Toen straks kwam de discussie ook al naar voren, dat preventie en daarna signalering en vervolgens handelen. Hè. Dus eigenlijk heb je steeds drie stappen daarin. Preventie ontzettend belangrijk is. En REACH is daar natuurlijk wel bij voorbaat al op gericht. En dat een Europese norm is, en een Europese wet en regelgeving is, die natuurlijk onder invloed van... van lobby, hè, welke kant dan ook, staat, dat snappen we wel. Maar dat daar wel continu evaluaties op plaatsvinden of dat het juiste beleid is, dat is ook wel gaande. Dus het is niet zo dat REACH in beton gegoten is. Ook REACH wordt iedere 3 of 4 jaar geëvalueerd door alle lidstaten en bijgesteld. Ja, we hebben wel als maatschappij daarmee te dealen. Dat kunnen we hier in Nederland niet veranderen. Dus... Kijk, ik vind juist een van de dingen dat jij nou zegt, van we gaan serieus gewoon meten, want REACH vind ik echt een kwestie van, joh, papieren tijger en je moet het maar doen. Maar wat is het effect, wat zijn de sancties, et cetera? Ja, je komt in de zorgplicht terecht. Nou, je doet niks en je komt niet in de zorgplicht terecht. Dus op het moment dat we nou eerder gewoon dat kunnen benoemen, à la PFAS, met overigens een grote hoeveelheid werk die daaraan vastzit, dan denk ik dat we beter bezig zijn. Tegelijkertijd hebben we dan natuurlijk een explosieve verzameling aan ZZS-stoffen waar we tegenaan gaan lopen. Dus dat wordt voor mij ook een gigantische operatie om eigenlijk ook binnen beheersbare kosten, want die PFAS-kosten vielen bij mij inderdaad in allerlei onderzoeken en projectontwikkeling waar ik vooral in zit, viel best wel mee. Dat waren echt niet de grootste kosten waar ik tegenaan liep. Maar ja, als dat nog eens een keer exponentieel gaat, dan wordt dat wel een beetje ingewikkeld. Dus dat lijkt me ook wel, maar dat zal bij jou in het kader zitten. Van ja, hoe brengen we dat dan weer terug tot iets verteerbaars? Nou, genoeg. Mooie laatste statement. Oh. Toch even een laatste reactie. Nou ja, goed, ik ben vandaag toch maar deelnemer. En ik doe niet de pilot van RIVM, maar... Ik wil er nog wel iets over zeggen. Hè? Daniel liet het ook al zien in zijn presentatie. Hè? De geregistreerde chemische stoffen lopen sterk op. Zo sterk dat REACH dat ook niet bijhoudt. En als je ziet wat er met PFAS gebeurt. Hè? Genex is ook al genoemd. Genex is gewoon een variant. Als je de keten korter maakt, is het technisch gezien zal het minder schadelijk zijn. Of dat zo is maar zeer de vraag natuurlijk. Op het moment, en ben ik helemaal met u eens, hollen we een beetje achter de industrie aan. De industrie is sneller dan wij. En we voeren in die zin een achterhoede gevecht. Ja, dat is heel jammer, maar is wel de praktijk. Ja,
Nou, niet het meest positieve einde, maar misschien wel de werkelijkheid. Ja, helaas. Nou, volgens mij hebben we de naam van de RIVM al heel vaak horen vallen. Na de pauze mogen ze ook een presentatie komen geven, samen met Voltaris. Ze zeggen, we houden nu pauze tot 4:15. Nou, hier is een koffie en thee voor mensen digitaal. Ik hoop dat er thuis ook koffie en thee is. Dan zien we elkaar om 4:15 weer.